Hartelijk welkom mensen bij de liefde van zijn boodschap. De tweede presentatie en die gaat over de zondaar heeft Christus nodig. Inderdaad wij zondaren hebben de heer Jezus nodig. En zoals je weet willen we altijd voordat we beginnen God vragen om een verlichting van de heilige geest. Mijn verzoek is ook aan u thuis om samen te bidden om die verlichting van die heilige geest. Laten we daarom samen bidden. Goede getrouwe God en Vader, we komen voor uw Heilige Aangezicht om u te danken. Te danken dat u ons geroepen hebt om uw woord te onderzoeken. Want wij willen heel graag weten wat u ons hebt te vertellen in uw woord. Want uit onszelf kunnen we niets. Ik ook niet. U bent degene die het willen en werken in ons mensen hier in thuis moet doen. Door uw Heilige Geest. Daarom bidden we, wilt u met uw Heilige Geest bij ons komen? Dat we inzage mogen krijgen in uw woord. Dit alles bidden we niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw liefde en uw trouw en om christus Jezus onze geliefde Heer zijn naam veel. Amen. We gaan Gods woord weer openen en horen wat onze geliefde God de Vader en zijn zoon Jezus Christus onze heiland u en mij heeft te vertellen. Laten we daarom maar weer beginnen met de vraagstelling. Hoe zuiver en volmaakt was de mens in de beginnen geschapen? Heel belangrijk omdat Inzicht te krijgen, dus voor de zondeval, daar spreken we nu over. De mens had heel in het begin zuivere mogelijkheden en een evenwichtige geest. Hij was een volmaakt wezen en leefde in harmonie met God. Zijn gedachten waren rein, zijn doelstellingen heilig. Lieve mensen, bijna niet voor te stellen dat wij zo'n rein leven hadden voor de zondeval. Adem en even spreek ik dan over, maar dat, wa dat waren de mensen zoals u en ik, en ook een zuivere geest hadden, evenwichtige geest, iets wat wij nu niet hebben. We zijn volledig gedegenereerd als we kijken in de tijd waarin wij, wij nu leven. Als we de mensen om ons heen zien wat voor ook ellende hier op deze wereld speelt, maar wat we al kan er ook aandoen, dan is dat verre van heilige en rein. Maar toch heeft God de mens zo geschapen. Hoe komt de mens, zoals hij nu is? Er is inderdaad iets gebeurd. Dat weten we en dat willen we eens nader gaan onderzoeken. Door ongehoorzaamheid aan God werd de mens zoals hij nu is. Het is een heel belangrijk punt. Ongehoorzaamheid. Er is heel veel ongehoorzaamheid, zoals je weet, ook in deze wereld, maar ook naar God toe. Hoeveel ziet u bijvoorbeeld in deze wereld aan ongehoorzaamheid? Kinderen zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Eh, op het werk zijn mensen ongehoorzaam aan hun leidinggevenden. En ga zo maar door. En waardoor komt dat? Die ongehoorzaamheid is de kern. Maar waardoor komt dat? Zelfzucht nam de plaats in van liefde. Dat is de kern waar het om draait. Ons zelfzuchtige hart. De mens werd een gevangene van Satan. En hij zou dat altijd zijn gebleven. Als God niet op een speciale manier tussen beiden was gekomen. Die zelfzucht heeft plaats in ons gemaakt, in ons mens, in het eigen ik, dat zeggen we ook wel eens. En dat komt dus door Satan. Satan is aan het werk gegaan, zoals je weet, in de hof van Ede hebben we al over gesproken, maar daardoor is die mens, zijn wij, veranderd. En het is een zaak voor ons om weer gehoorzaam te zijn en gericht te zijn naar onze geliefde God en vader, onze schepper van hemel en aarde. Waarom wilde Satan de mens zo graag verleiden? Daar had Satan een hele speciale bedoeling mee. En dat is, het was de bedoeling van de verleider om het plan dat God met de schepping van de mens had in de war te sturen en om de aarde te vullen met ellende en nadigheid. En dan zal hij, de Satan dus, naar al dit kwaad kunnen wijzen als het resultaat van het feit dat God de mens had geschapen. Kijk, daar is het om begonnen. Dat wil Satan. Satan wil het woord van God in een kwaad daglicht stellen. Maar ook de mensen in een kwaad daglicht stellen ten opzichte van God en naar God toe. En als hij dat voor elkaar krijgt, dan zegt hij, kijk nu eens wat die mensen zeggen. Kijk eens eens wie u nu bent. Bent u nu een God van liefde? Dat hoort u heel veel zeggen. Altijd op straat en bij andere mensen, als dit een God van liefde is. En dat wil Satan heel graag, dat wij daar denken van God. Maar God laat heel duidelijk zien dat het een God van liefde is. Dat hij zielsveel veel van u en mij houdt. Maar hij vraagt wel van ons dat we gehoorzaam zijn. Dat blijft altijd overeind staan. Hoe was het toen een mens nog niet gezonderd had? Dan gaan we even terug naar die tijd voor de zondeval. En dat staat in Colossensen 2 vers 3. Toen hij nog niet gezonderd had, stond de mens in een vreugdevolle relatie tot hem. In wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. In God de Vader, in Jezus Christus, zijn Zoon, zijn al die schatten verborgen. Die wijsheid, die wij graag wel willen bezitten, maar die, die kunnen wij krijgen. En zo was het ook voor de zondeval. Adam en Eva hadden een wijsheid kunnen vergaren per tijdseenheid, om het zo nog maar even uit te drukken. Konden ze heel wijs worden. Want God was heel dicht bij hen. God was bij hen in de hof. De Heere was bij hen. Dus vandaar dat zij enorm zouden kunnen groeien. Maar we weten dat daar iets tussen is gekomen. Want hoe werd het toen een mens gezondigd had? U ziet hier ook een plaatje voor de zondeval. Tijdens de zondeval en na de zondeval. En daar is ook iets heel bijzonders mee. Want en de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem. Waar zei gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Na zijn zonde schiep de mens niet langer vreugde in het heilige en probeerde hij zich voor de aanwezigheid van God te verbergen. En als we nog eens goed kijken naar dat woordje, werd ik bevreesd. Laten we nu eens kijken naar ons mens. Wat er bij Adam en Eve is gebeurd, weten wij. Zondeval, ze hadden een geheiligd leven hadden ze samen met God. De zondeval kwam en toen werden ze bevreesd. Dus na die zondeval liepen ze bij God weg vandaan. En ja, dat is het bijzondere. Dat is ook bij ons mensen zo. Als wij dat zien in deze wereld, als u het met uw baas niet goed kunt vinden, uw leidinggevende, en dan zegt u: Ja, ik ben het niet met hem eens, wat doet u dan? Nou? Dan loopt u weg. Dan wilt u weglopen. Dat is met kinderen ook zo. Als ze ongehoorzaam worden aan de ouders, dan lopen ze bij hun ouders vandaan. En ouders krijgen natuurlijk overal de schuld van. Dat begrijpt u wel. En zo is het bij een, bij een leidinggevende ook. Maar wij moeten ook gehoorzaam zijn naar God. En dat waren Adam en Eva niet. Dus wat werden ze? De vrees. Dan worden we bang. En daarom verborgen Adam en Eva zich. En zo is het met het mensdom nu nog. Dus na zonde komt vrees en Gaat men zich verbergen voor bijvoorbeeld de aardse ouders, maar ook voor God de Vader. Exact hetzelfde zien we telkens weer terugkomen in die zondeval. Waarom moeten wij ons nu voorbereiden om op die nieuwe hemel en aarde te kunnen leven? Dat is wel een van de belangrijkste dingen, denk ik, waar we het elke keer weer over hebben. Want wij leven hier nog steeds op deze aarde. En wij willen ons graag voorbereiden door Gods Woord te onderzoeken. De Bijbel te lezen. En daardoor kunnen wij op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde leven. En wat staat daar precies? Laten we eens lezen. De geest van onzelfzuchtige liefde die in de hemel hoogtij viert. Waar elk hart is afgestemd op het hart van hem. Die oneindig is in liefde. Zou geen aanknopingspunt hebben in zijn innerlijk. Dus als u... Zelfzuchtig bent, past u niet in die hemel. Als u alleen maar aan uzelf denkt, werelds denkt, kunt u daar niet in die hemel verkeren. Dat lukt u niet. Alleen die onzelfzuchtige liefde, die de Heer Jezus ook heeft getoond naar u en mij, dat moeten wij leren hier op deze aarde. Hoe onzelfzuchtig wij moeten zijn. Niet alleen maar aan ons eigen ik denken, maar aan onze God en de Vader denken. En ook aan onze medemensen denken. Dat is heel belangrijk om te weten, om die overgang mee te maken van deze wereld naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus wij moeten hier veranderen. Waarom laat God de boze mensen niet toe in de hemel? Dat is toch goed om te weten, want God laat die boze mensen niet toe. Godloze mensen. Dat doet de Heere God niet voor niets. Heel veel mensen denken van: van Ja, God is toch goed en we worden toch wel gered. Dat is niet zo. Laten we dat eens samen gaan lezen. Het is geen plotselinge opwelling voor God om boze mensen uit de hemel te houden. Zij worden ten buiten gesloten vanwege hun ongeschiktheid om in dat gezelschap te verkeren. De heerlijkheid van God zou voor hen een verterend vuur zijn. Zij zouden er naar verlangen om vernietigd te worden, om weg te zijn van het aangezicht van hem, die stierf om hen gelukkig te maken als we dit gaan verstaan als we gaan verstaan dat boze mensen, godloze mensen mensen die niet intens van de Heer Jezus houden daar niet kunnen zijn, omdat ze niet geschikt zijn en inderdaad dat zou, die liefde van de Heer Jezus zou een verterend vuur voor hun zijn daar kunnen ze niet eens bij vertoeven, en ook bij die andere geheiligde mensen die hier op aarde voor de Heer Jezus hebben gekozen, zouden de mensen niet bij kunnen zijn. Want dat geeft zo'n enorm contrast. En men wil dus zelf ook niet. God zegt: het kan niet in Zijn genade. Kunnen jullie daar niet zijn in de nieuwe hemel en nieuwe aarde? Maar ook de mensen willen dat zelf ook niet. Kan een mens zichzelf verlossen van de zonde? Onze harten zijn slecht en wij zullen ze nooit zelf kunnen veranderen. Want er staat in Job legt dat heel mooi uit. Komt ooit een reine uit een onreine? Niet één. En in Romeinen staat de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, want zij onderwerpt zich niet aan de wet. Trouwens, het kan dat ook niet. Dus hier staat heel duidelijk. Dat de mens zichzelf niet kan verlassen. U en ik kunnen onszelf niet verlossen. Dus, want wij zijn onreine mensen, zoals Job dat zegt. En dat klopt ook. Want er komt nooit een reine uit een onreine. Niet één, zegt Job. En zo is dat ook bij ons mensen. Die, wij hebben een, een, een wereldse gezindheid, een vleeselijke gezindheid. En wij willen wel die wet houden, en die horen wij te houden. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kan wel samen met onze geliefde Heer Jezus, zegt Paulus. Welke kracht is nodig om de mens te veranderen? Er is maar één kracht die wij absoluut nodig hebben. U begrijpt het natuurlijk al. Er moet een kracht zijn die van binnenuit werkt. Een nieuw leven dat van boven is. Voordat een zonder mens in een heilig mens veranderd kan worden. Die kracht is Jezus Christus. Alleen Zijn genade kan de levenloze eigenschappen in het innerlijk. Van de mens tot leven wekken en hem naar God en naar heiligheid leiden. Hier staat heel duidelijk die levensloze eigenschappen van ons mensen. Die moeten veranderd worden. Als die levenloze eigenschappen in ons mensen niet veranderd worden door Jezus Christus, die grote kracht. Dan, dan, dan blijven wij zoals wij mensen zijn. Dus wij moeten geleid worden naar God en naar heiligheid en dat kan alleen... Jezus Christus doen. Die kan u en mij alleen maar veranderen. Niemand anders, u zelf dus ook niet. Heel veel mensen zeggen, ja, ik kan dat zelf, maar dat kunt u zelf ook niet. Dat kan alleen onze geliefde Heer Jezus Christus. Prijs de Heer kunnen we daarop zeggen. Wanneer kunnen wij het Hemelse Koninkrijk binnen gaan? Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Kent zij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien, lieve mensen. Dus alleen als hij of zij een nieuw hart krijgt, nieuwe verlangens, nieuwe doelstellingen en motieven die tot een nieuw leven aanzetten, kunnen we het Koninkrijk Gods ingaan. En dan pas kunnen we het ook zien, en anders niet. En niet de gedachte dat het voldoende is om het goede dat een mens van nature in zich heeft te ontwikkelen. Want deze gedachte is een fatale vergissing. Dus heel duidelijk is: we moeten wedergeboren worden. Door Jezus Christus. Dan komt er een nieuw hart in ons binnenste. Nieuwe verlangens krijgen we, nieuwe doelstellingen, nieuwe motieven. Dan komt er een volledig nieuw leven in ons. En dan pas kunnen we het koninkrijk Gods ingaan. Dat is goed om te begrijpen, lieve mensen. Er moet hier dus een wedergeboorte plaatsvinden, zoals de Heer zegt. En daar hebben we nogmaals onder gezet, niet de gedachten dat wij dat zelf kunnen. Dat wij uit onszelf iets kunnen door goede werken of wat dan ook, maar absoluut een fatale vergissing. Laten we dat goed vaststellen. Alleen door Jezus Christus kunnen wij veranderen. Wat verlangt Jezus van ons? Jezus heeft een hele mooie tekst laten opschrijven door Matthäus. En dat is. En Jezus zeide: Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert. En wat gelijk de kenneken, zo zult gij het koninkrijk der hemelen sinds ingaan. U ziet ook heel duidelijk, indien gij u niet verandert. En let op, daar staat een sterretje bij. De NBG-Bijbel staat bekeerd. Dus we moeten veranderen. Anders kunnen we dat koninkrijk Gods niet ingaan. En wil ik u toch iets vertellen? Wat is. Het verschil tussen veranderd en bekeerd zijn. Bekeerd zijn is. We hebben de Heer Jezus leren kennen. We komen uit die wereld vandaan en we zien onze geliefde Heer Jezus. We begrijpen dat hij voor ons is gestorven. Dat is bekeerd zijn. Dan geloven we in God. Dat hij ons lief heeft. Dat hij voor ons gekruisigd is. Door zijn geliefde Heer Jezus Christus, onze zijn heiland, onze middelaar. Dat gelooft u, dat is bekeerd worden. Maar daarna gebeurt er iets. Dat is niet stil blijven staan. We draaien ons om van de wereld en dat is niet stil blijven staan. Want wat willen wij? Veranderd worden. En als wij veranderd worden, dan komt die heiligmaking tot stand, wedergeboorte tot stand. En dan pas kunnen wij dat Koninkrijk Gods ingaan. En als we dat niet beleefd hebben, die wedergeboorte niet meegemaakt hebben, niet veranderd zijn, kunnen we, zoals de Heer Jezus zelf zegt, Nieuwe hemel en nieuwe aarde, nooit geenszins ingaan. Dus let op: er zit een heel groot verschil tussen bekeerd zijn, prima, geloven in de Heer Jezus, moet gebeuren, maar dan komt ook de verandering, heiligmaking, wedergeboorte, en daar zullen we het hier ook in het bijzonder in de rest van de presentaties over hebben. Hoe heeft Jezus de wedergeboorte van de mens nogmaals benadrukt? Want Jezus zegt de dingen heel vaak meerdere malen, dus ook in dit geval. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dus Jezus benadrukt heel duidelijk, lieve mensen, u moet wedergeboren worden, u moet veranderen, bekeren, goed, dat moet ook gebeuren, maar dan komt de verandering op gang. Jezus is heel duidelijk daarin. Hoe kunnen wij wederom geboren worden? Dan komt natuurlijk ook de vraag, hoe kunnen wij dat? Hoe, wat gebeurt er dan? Waardoor worden wij wedergeboren? Laten we eens een opstap maken daarin. Zonder onderzoek te doen in Gods Woord kunnen wij niet tot de wedergeboren mensen worden gebracht. Wij kunnen alleen wedergeboren worden door God en samen met God. Er zijn dus twee heel belangrijke factoren en dat is, wij moeten Gods Woord onderzoeken. En prijs de Heer, daarvoor zijn we hier bij elkaar, u ook. Als u Gods Woord gaat onderzoeken, dan zult u begrijpen juist in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar ook in het Oude Testament en ook in de profetieën, dat er iets moet gebeuren. Dat we andere mensen moeten worden. Dat haalt u uit Gods Woord. Door de leiding van de Heilige Geest. Maar God zegt ook, wij kunnen dat zelf, die wedergeboorte zelf niet. Dat moet door God gebeuren. Samen met God. U werkt samen met God. En God is de leidende. Daarin, om u te leiden hoe u moet veranderen. Het is belangrijk, Gods woord lezen, onderzoeken, dagelijks. Niet even vijf minuten op een dag. Nee, echt dagelijks daarmee bezig zijn. En niet alleen maar naar de kerk toe gaan op de rustdag. Nee, ook door de week daarmee bezig zijn. Dus het is heel duidelijk dat we Gods woord als leidraad hebben. En God de Vader en zijn geliefde Zoon samen in ons willen werken om ons te laten Veranderen naar hun beeld. Door aanschouwen worden we veranderd. Door wie kunnen we alleen behouden worden? En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere na, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Ik heb ze allemaal even uit de Statenvertaling genomen in verband met de hoofdletters. Het is alleen Jezus Christus, onze geliefde Heere en God de Vader, die U en mij kunnen veranderen. Er is ook geen andere naam waardoor wij behouden kunnen worden. Er zijn zoveel Godsdiensten in deze wereld, maar er is maar één Here, één doop, één geloof. En dat moeten we goed begrijpen, dat we alleen door Jezus Christus, onze heiland, gered kunnen worden en door niemand anders. En behouden kunnen worden en ook veranderd kunnen worden, wedergeboren kunnen worden. Waarom verstaat niet iedereen de woorden van Jezus in zijn leven? U zult dat ook meegemaakt hebben met vrienden, kennissen, familieleden. Die mensen, ze verstaan het niet. Ze lezen de Bijbel, u vertelt erover en ze verstaan het niet. Wat is daar aan de hand? Hoe kan dat? De Bijbel geeft daar ook antwoord op. Laten we dat eens lezen. In 1 Korinther 2 vers 14, dus daar staat. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Want het is een dwaasheid en hij kan het niet verstaan omdat dat slechts geestelijk te beoordelen is. Ziet u wat daar staat? Dat een ongeestelijk mens, mensen die niet geestelijk ingesteld zijn op de Bijbel, dus te weinig ook van de Bijbel afweten, en er ook misschien niets van af willen weten, en die kunnen Gods woord ook niet verstaan. Want, dat zegt, Paulus zegt, want het is een dwaasheid. Het is, die mensen snappen dat niet, en op een bepaald moment willen ze dat ook niet weten omdat dat slechts ook geestelijk te beoordelen is. Wij moeten wel daarvoor bidden. En we moeten wel een geestelijk leven willen leiden. Dus onderzoek de Schrift. En daar wordt u heel rijk van en door. Wanneer falen wij in ons geloof? Het is niet genoeg om het geduld en de liefde van God te zien, om zijn vrijgevigheid, zijn vaderlijke zorg en zijn karakter te aanschouwen. Het is niet genoeg, lieve mensen, om de wijsheid en de rechtvaardigheid van zijn wet te onderscheiden. En om te beseffen dat deze gebaseerd is op het eeuwige principe van liefde. Ziet u, dat is niet genoeg om liefdevol naar een mensen te zijn en, en, en geduldig. Dat is niet genoeg. Wij, er moet iets gebeuren in ons mensen, in ons innerlijk mensen. Het is ook niet genoeg om... Om onderscheid te beseffen van ja, tussen de wet. Ja, de wet is heel belangrijk. U weet het nog met de Fariseeën, Sadduceeën, Schriftgeleerden. Ja, die hadden het altijd over de wet. Maar die liefde hadden ze niet. Dus het is heel belangrijk dat we en Christus en Gods woord. De wet zit daar natuurlijk ook bij in. Samen uitdragen. Veranderen naar Gods beeld. Dus als we dat niet begrijpen. Als we niet Christus in ons hebben. Een veranderd leven leiden. Ja, dan falen wij toch in ons geloof. Kennis is niet genoeg. Het is ook het uitstralen in het leven naar Gods wil. Wat zei de Apostel Paulus over de situatie van de mens? De Apostel Paulus besefte dit allemaal toen hij uitriep: Ik stem toe dat de wet goed is. Zo is dan de wet heilig. En ook het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Dus dat stond vast voor Paulus. Maar voegde hij erin: Bidrijven. Aan zijn innerlijke nood en wanhoop aan toe. Ik echter ben vlees verkocht aan de zonde. Prachtig mooi. Dat zegt Paulus. Paulus zegt, ik echter. En dan moeten wij ook zeggen, mensen. Ik, wij, u en ik. Wij zijn, ik ben echter vlees verkocht aan die zonde. En dan moet ik vanaf. Ik moet van die zonde af. En wil ik dat? Dan wil ik van die zonde afkomen. Paulus zegt, ik voel het. Ik voel dat ik een vleeselijk mens ben. En ik wil er vanaf. En we kunnen er vanaf komen om veranderen, te veranderen naar Gods beeld. Lieve mensen, bedenk dat goed. Als we dat gaan voelen, dat we inderdaad ook dat vleeselijke lichaam hebben, wat we zelf niet kunnen veranderen, alleen door Jezus Christus, dan zult u ook begrijpen wat Paulus heeft bedoeld. En dan gaat ook die verandering, die heiligmaking plaatsvinden. Prijs de Heer. Welk verlangen uit de Paulus? Hij zegt het zo mooi. Paulus verlangde naar die zuiverheid, naar de gerechtigheid die hij uit zichzelf niet kon bereiken. En riep uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als we dat allemaal roepen vandaag, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit mijn lichaam deze doods? Want wij zijn overgeleefd, lieve mens. En Jezus, onze verlosser. En Salam, die kan ons redden uit dit lichaam. En dat is toch geweldig dat we dat allemaal mogen weten. Wie kan aan dit verlangen voldoen? U begrijpt het. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. U ziet hier de Heer Jezus dat hij bij Johannes de Doper uit het water kwam. De doop. En hier ziet u de Heer Jezus gekruisigd. Maar wat heel bijzonder is, wat voor woord staat hier dat de zonde der wereld wegneemt. En dat woordje wegneemt, daar gaat het om. Wegnemen. Wat is wegnemen? Als u iets wegneemt van de plaats, dan pakt u het daar vandaan, neemt u het mee. Dat is wegnemen van een tafel of waar dan ook maar van. En dat zei Johannes ook. Johannes zei: Jezus is gekomen omdat hij de zonden der wereld wegneemt. Wegneemt is bij u wegneemt. Heel veel mensen bidden van, Heer Jezus wilt u mijn zonden vergeven? Dat is goed en dat mag. Maar de Heer Jezus zegt u nu, dan moet u ook stoppen. Daar zullen we het later ook over hebben. Maar het is heel belangrijk dat die zonden bij ons weggenomen worden. Het moet bij ons vandaan. Daar moeten we niet meer mee blijven zitten. Dat wordt hier gezegd. Wegnemen is iets anders dan vergeven. Veel mensen denken vergeven en dan is het wel weg. Nee, er moet iets in ons gebeuren veranderen. En dan kan ook vergeving plaatsvinden. Wat was bovenal de vrees van Jacob toen hij uit het huis van zijn vader wegvluchtte? De vrees dat zijn zonden hem had afgesneden van God. Dat hij door de hemel in een steek was gelaten. Misschien weet u het nog. Heel in het bijzonder was Jacob en Ezal. Jacob had. Samen met zijn moeder zijn vader bedrogen. Door het eerstgeboorterecht, wat hij wou hebben. Ja, en toen moest hij vluchten. Want Ezo die was natuurlijk woest omdat Jacob die zegen gekregen had, terwijl hij de oudste was. Dus hij had enorm veel spijt, maar ook berouw had Jacob, wat hij had gedaan. En hij was zo intens in verdriet. En hij wist dat die zonde. Hem van God had afgesneden. En toen kreeg Jacob een droom. En dat is heel bijzonder. Laten we dat eens kijken. Welke bemoediging kreeg Jacob van God? Een ladder waarover engelen van God op en neer gingen. Terwijl een goddelijke stem een boodschap van troost en hoop liet horen. Zo werd Jacob bekend met de behoefte en het verlangen van zijn hart. De redder, Jezus Christus. Dat is het. Als u goed naar dat plaatje kijkt, Jezus Christus is bovenaan. Die grote ladder, hier ligt Jacob te slapen, engelen om hem heen. Wat was zijn redding? Wat was zijn hoop? Jezus Christus, die was degene die het voor hem deed. Jezus, die wou hem helpen en zijn zonden vergeven. Maar toen moest er ook nog een heel proces bij Jacob plaatsvinden. Maar er is een redder. En die hebben wij ook. Wij hebben ook. De ritter Jezus Christus, die al die zonden bij ons wegnemen wil. Dus dat we daarmee stoppen, dat we veranderen na zijn beeld. Wat wist Jacob door deze droom? Vol blijdschap en dankbaarheid zag hij een manier waarop hij, een zondaar, weer in contact met God zou kunnen komen. Dat is toch geweldig, lieve mensen? De geheimzinnige ladder uit zijn droom stelde Jezus voor. De enige verbinding tussen God en mensen. En zo is het ook bij ons mensen. Wij als zondaren kunnen bij Jezus aankomen. Maakt niet uit wat we hebben gedaan. We hebben soms hele ernstige dingen, dingen gedaan. Dat weet u zelf het allerbeste. En dat weet ik ook zelf het allerbeste van mezelf. Maar Jezus staat voor u klaar. En die ladder. Dat is Jezus. Jezus is naar deze aarde gekomen om u en mij te verlossen van die zonde. Wegnemen bij u en mij vandaan van zonden. En als we dat gaan beseffen en begrijpen, lieve mensen, dan wordt u heel blij van binnen. En dan willen we ook graag veranderen naar Gods beeld. Waar zien wij hetzelfde beeld in de Bijbel? De Heer Jezus sprak er ook over. Laten we dat eens lezen. Bij Jezus in het gesprek met Nathanael. En daar zei de Heer Jezus. En hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de zoon des mensen. Is dat niet geweldig? Wat de Heer Jezus eerst bij Jacob zei, dat zegt hij nu weer toen hij hier op aarde was. En dat zal ook gebeuren: dat straks die hemelen open zullen gaan en al die engelen samen met onze geliefde Heer Jezus naar deze aarde komen. En u en mij op zullen halen. Prachtig hoe de Heer Jezus diezelfde beeldspraak weer gebruikt. Wat je ook heeft gebruikt bij Jacob. Zo sluitend is de Bijbel. Waarom zijn wij zo vervreemd van God? Dat kunnen we ons met z'n allen wel eens afvragen. Waarom zijn wij zo veranderd? In onze afvaligheid vervreemdt de mens van God. De verbinding tussen hemel en aarde werd doorgesneden. Over de kloof die daartussen lag, was geen contact meer mogelijk. Maar door Jezus Christus is er weer een band tussen de aarde en de hemel. Door zijn eigen verdiensten heeft Christus de kloof die door de zonde was ontstaan overbrugd. Zodat de dienstvadige engelen weer contact met de mensen kunnen onderhouden. Is dat niet geweldig? Dat door. Onze afvalligheid zijn wij vervreemd van God. Dus wij, wij hebben een groot probleem tussen de hemel en de aarde. Want dat is gebeurd tijdens die zondeval van Adam en Eva. We zijn als het ware gewoon gedegenereerd, kunnen we stellen. Maar door Jezus Christus is die kloof overbrugd. Als wij Jezus gaan aannemen en bekeerd worden en willen veranderen naar zijn beeld, dan worden die zonden bij u en mij weggenomen. Dat is het mooiste wat u overkomen kan. Dat voelt u ook van binnen. Dat u zo intens contact hebt met uw geliefde Heer Jezus Christus, dat Jezus u wil helpen om die zonden bij u weg te nemen, dan wil hij aanwerken samen met u. Prachtig, mooi. Als we dat ook leren, verstaan, lieve mensen. Aan wie hebben wij al het goede te danken? De menselijke dromen van vooruitgang zijn te vergeefs, lieve mensen. Alle pogingen om het mensdom te verheffen, zijn te vergeefs, als die ene bron van hulp en hoop voor de gevallen mensheid buiten beschouwing wordt gelaten. Iedere gave die goed, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is, of zweem van ommekeer. Wij hebben die bron nodig. Wij hebben die ene bron, Jezus Christus, nodig. En dat daalt vanuit de hemel neer. Dat vinden wij hier niet op deze aarde. U vindt niet die rust in uw hart op deze aarde. Zo oud kunt u niet worden. Alleen die ene bron, wat uit de hemel komt, Jezus Christus, wil uw hart veranderen. Mijn hart veranderen. En als we dat leren verstaan, dat Jezus het voor u en mij doet, samen. Moeten wij werken met onze geliefde Heer Jezus? Lieve mensen, dan zult u een ander leven krijgen, dat kan ik u beloven. Wanneer kunnen we deze goede gaven ontvangen? Dat willen we natuurlijk, dat we die goede gaven ontvangen. Maar wanneer? Jezus zei er tot hem. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik heb er een rood blok omheen gezet, zoals u ziet niemand komt tot de Vader dan door mij wij moeten zo intens de Heer Jezus onze gelieden heiland zaligmaker kennen echt kennen want de Heer Jezus zegt zelf niet in ieder die zegt Heren, Heren zal het Koninkrijk Gods behermen dus daar zit verschil in tussen mensen die God echt kennen en Jezus echt kennen en die zeggen Heren, Heren maar die kennen hem niet laten we dat goed vooropstellen hij is de weg en de waarheid. En naar hem te zien en hem te ontvangen. Te aanschouwen, veranderd worden naar Jezus beeld. Dan kunnen wij ook die goede gaven van Jezus ontvangen. Hoeveel geeft God de Vader om ons, om u en mij? Het hart van God gaat uit naar zijn kinderen. Met een liefde sterker dan de dood. Toen hij zijn zoon gaf, goot hij de hemelen uit in die ene gave, lieve mensen, Jezus Christus, onze Heer. Laten we dat dus ook goed overdenken: dat God er alles aan heeft gedaan, voor u en voor mij. En dat bloed is kostbaar geweest, lieve mensen, heel kostbaar. Wij beseffen ons dat vaak veel te weinig. Maar Jezus Christus, onze Heer, moeten wij in ons hart elke minuut van de dag meedragen. Dat is hetgeen wat ik u graag wil vertellen juist in deze presentatie kom bij Jezus Christus en neem aan wat hij u en ook mij te vertellen heeft en daar wordt u ook rijk door en daardoor verandert u ook naar zijn beeld. Wat is hier voor allemaal nodig geweest? Het leven van de Heiland, zijn dood, zijn bemiddelingswerk, het werk van engelen, het pleiten van de geest de Vader die boven en door dit alles heen zijn invloed laat gelden. De onophoudelijke belangstelling van de kant van de hemelse wezens, lieve mensen. Dat speelde toen en nu nog steeds een rol ten gunste van de redding van de mens. Dat was toen, toen Jezus op aarde was. En ook voor die tijd, maar nu nog steeds. Engelen zijn bezig om u te willen redden. Gods heilige geest spreekt u aan door het geweten om u te attenderen. Lieve mensen, nu kan het nog. Nu hebt u nog die genade tijd. De hele hemel heeft belangstelling in u en mij. Dat is bijna niet voor te stellen, maar dat is toch zo? Zo ontzettend veel houdt God van u en van mij. Om u maar te veranderen naar zijn beeld en straks die geweldige poort binnen te kunnen en laten gaan. Lieve mensen, ik kan alleen maar u aanraden, lees Gods woord en ga naar onze geliefde Heer Jezus Christus. Want er is zoveel voor nodig geweest om u en mij te kunnen en mogen redden. Hoe geeft God het oordeel over de zonde weer? En laten we goed voorop stellen: er is ook een andere kant. God is liefde, maar dat komt een moment dat dat moment is dat ook de zondige mensen. De boze mensen geoordeeld moeten worden. Want aan de andere kant is er het oordeel dat God heeft uitgesproken over de zonde, de onontkoombare straf, de degeneratie van ons karakter en de uiteindelijke vernietiging die ons voor wordt gehouden in Gods Woord om ons te waarschuwen tegen een leven in dienst van Satan. En dat is het. Ons karakter moet veranderen. Wij moeten van binnen veranderen. Ons hart moet vernieuwd worden. Ons doen laten moet veranderd worden. Want wij zijn zo ver gedegenereerd. Dat als wij daar niets aan doen, lieve mensen. Dan blijven we in zonden En dan zijn we inderdaad in dienst van Satan. Want zo staat het er wel en zo is het ook. Dat kunt u door de hele Bijbel heen lezen. En dat oordeel komt. Als wij daarin blijven. Dan kan God u en mij niet redden. Dat kan niet. Als we niet veranderd zijn naar Jezus beeld, dan kan de Heer u niet helpen. Dus dat oordeel komt. En laten we dat altijd goed voor ogen houden. We hoeven niet angstig te zijn, want de Heer Jezus wil ons helpen. Ten alle tijde. Maar we moeten ook de verschillen weten: dat ons karakter moet veranderd worden naar Jezus beeld. Hoe kunnen wij weer in contact komen met God? En dat kunnen we. Wij kunnen in contact komen met God, zoals u weet. En daar hebben we het hier ook over. Laten we ons in een juiste verhouding brengen tot Hem, die met een verbazingwekkende liefde van ons houdt. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden die er voor ons zijn, opdat we op Hem zullen gaan lijken, lieve mensen. En weer opnieuw kunnen omgaan met de dienstvaardige Engeland. En weer de harmonie en de gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen ervaren. En dat is het. Wij kunnen weer in contact komen met onze geliefde Heer Jezus Christus. Dat kan heel persoonlijk. En dan kunnen wij ook in contact komen, zelfs hier al op deze aarde, met engelen die ons behoeden en bewaren en beschermen en ons sturen en leiden. Lieve mensen, dat is geweldig. Als u dat gaat ervaren in uw leven, dat wij dat contact, zo'n intense contact met Jezus en met God kunnen hebben, hier op deze aarde, dan wordt u heel, heel rijk. Dan, dan voelt u dat u ook een ander mens wordt. En dan kunt u ook niet anders dan veranderen naar. Godsbeeld. En dan zult u ook zien dat Jezus die zonden bij u wegneemt, echt bij u weghaalt, uit, uit de mens vandaan. Prachtig, om zo straks weer te kunnen leven samen met Jezus en met Heilige Engel in alle eeuwigheid, op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Wilt u zich laten veranderen door Jezus, uw Heer? Lieve mensen, wilt u dat? Dat is de vraag die Jezus u stelt. Wilt u u zich laten veranderen? Die keuze is altijd vrij. Let op, de Heer Jezus dwingt niemand. Keuze kunnen wij persoonlijk doen. En dat is ook het mooie in het geloof. Dat geloven vrij is voor iedereen. Het is geen verplichting. Dat wil God niet. Want dan is het geen liefde meer. En wat zegt Jezus dan? Jezus Christus wacht op u. Dat u zich door hem laat veranderen. Daar staat heel duidelijk, lieve mensen... Door Hem. En zo moeten wij aankomen. U ziet hier ook dat plaatje. Wij mensen moeten zo bij Jezus aankomen. Op onze knieën. En dan is Jezus er voor ons. Dan is God de Vader er voor u en mij. En dan ziet u wat Jezus voor u wil doen. En dan zegt u ook, lieve Heer Jezus, ik kan het niet. Ik kan het absoluut niet. U moet het voor mij doen. U moet het willen en werken in mij volbrengen. En als wij zo aankomen. Dan is de Heer Jezus de voor u. En dan verandert u naar zijn beeld. En dat is iets geweldigs. En dan kunt u ook hier al een beetje proeven hoe het straks zal zijn in een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat willen we toch graag, straks in de eeuwigheid, samen met onze geliefde Heer Jezus leven. Laten we daarom ook samen bidden. De Heer danken dat Hij voor ons hier op deze wereld is gekomen. Maar dat Hij ook met ons wil veranderen. Zijn beeld. Mijn verzoek is daarom ook of u samen met mij wilt bidden. Lieve, goede, getrouwe God of Vader, wat is het toch geweldig dat u uw geliefde zoon naar deze wereld hebt gezonden om ons te laten zien hoe wij moeten leven, hoe we moeten veranderen. En dat dat niet van de een op de andere dag gaat, dat weten we. Dat verlangt u ook niet van ons, maar toch hebt u tegen ons gezegd, door uw geliefde zoon, Heer Jezus, onze Zalig maken, dat we veranderen moeten. Dat Hij in ons wil werken. Lieve Vader in Hemel, wat is dat toch geweldig dat we dat mogen weten? Wij bidden u daarom ook, of u met ons mee wilt gaan, de dag door. Dat we kracht van U mogen krijgen. Dat we aan U mogen denken. Dat we juist die verandering mag plaatsvinden in ons hart door de Heilige Geest. Dit alles bidden we niet omdat wij dat verdiend hebben, lieve Vader in Hemel, maar om uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus, die. Alles voor ons heeft gedaan. Eeuwig, eeuwig, dank daarvoor, lieve Heer, Jezus. Amen. Lieve mensen, de volgende presentatie gaat over berouw. Wat is berouw? Want wij willen graag veranderen, maar dan moet er eerst berouw komen in ons leven. En daar willen we samen over spreken. Ik nodig je ook weer graag uit voor de volgende presentatie. En hierbij wens ik u ook Gods onmisbare zegen en Zijn onmisbare liefde toe. En graag tot ziens.